wat we daarvan houden, ja, dat wie hem alles. Het wie een speciaal hinder. Zijn hier komt er nooit weer. De mesken bij Oedrup. Smoeke fjelden, workerijkers, een zee van hinders. Friesland is ik hinderlaan, ommers. Net alleen de Friese hinders, we draven ik. En toch weer de verrassing dat er in jongetje 64 en in jongetje 87 dat de draver van het ier van Hulp Nederland uit Friesland kwam. De laatste dat wie action squatter. Better hinder had er nooit in Nederland geweest. Maar hier in de mesken, je wie de grote verrassing van de Santigerieren. Een Lietsborkerijke, 20 kei. Een Lits Mansjik, Walter Huisman. Maar hij was groot bij Mistral Nora. Het verhaal van twa dravers van het ier is dat ze op een aparte manier bij de baas komen. Action hier in Engwerden. En Mistral Nora bij Walter Huisman. Nou, die boer me bellen een keer op dat nou, we hebben een beetje te koop en zo. Maar fijn dat er gebeurde niet. Dus ik tegen hem, ik zeg, moet je voor het oude bokje hebben? Toen vraag er 4000 gulden voor. En toen heb ik eerst informeerd wat bloed erachter zou zo zijn. Dat bloed bevaarde goed. En dan, de andere morgen heb ik hem gekocht. Ja, 4000 gulden. Volgens 4000 gulden, ja. Dit zijn de lente die meestal aan de oren heeft gewonnen. Ja, maar dan moet er een van een parkour bij wezen. Nou, zullen we zoeken? Ja. Hier is. Walter Huisman is verstoorn. Zijn vrouw wie doet de stiepen van haar man. Ze had nog altijd de plakboeken en de foto's. En mij haar dochter vertelt ze oer haar man en zijn mistral Nora. Hinder Booster kwam, ik was bij ze het gedik en toen zouden de heen om kool. He? Maar ja, toen zeggen mistral Nora daar ik erin. En nou ja, toen, ja, waarom? Ik weet het ook niet. Ja, maar toen zei er al, nou, ik ging er weer heen, want dat hinder wat ik haar. Want dat vond er zo'n prachtig beest, hè? Ja, pure tafel eigenlijk, ja. En die kool waar ik wel kwam? Nee, kool waar er nooit kwam. Dat hinder alleen? Ik het hinder alleen, ja. Ik het hinder alleen. En eens keert mijn ex in squatter precies zo. Zat ze hier iets om een keukentafel zitten gingen, zag eerst nou ik weer even zitten om erover te praten. Pikeur Appie Boska en de beide eigenaars, veekeerman Elke Kruis en fokker Evert Gaastra. Ze weten het nou wel, verkeping van hinders in Pessen. We hebben de hinder heen gegaan en we zijn en we praten al 10.000 guns en 40 jaar net. Maar die hinders kwamen al je dik 15, 20.000, dat was een beetje te gattig. Dus, totdat je koopman bij je hebben, we komen net zonder hinder toe, dat moet je net op rekenen. Ja, een paar keer hier voor het plakkeld, dat weer de ene laatste bieder, hier drie hinders, dat ik hier drie handgoenen verzinnen. Ik denk, nou, deze meisje is net voor niks. En we moeten daar een hinderke hebben, dus, maar die misdattel stut ik de haan op. Maar dat weer mijn 4.000 goenen, maar dat weer nooit een bieder weer. Mis Dattel, die ging je hem nog nooit zien. Nee, maar we vonden het wel een mooi zwart hinder. Dus ja, dus kijk maar vooral in de eerste opslag. Mis Dattel, weer de mem van Action Squatter. We gaan weer om naar de mesken. Naar het oude borkerijke van Walter Huisman. 20 kei, meer net. Ja, twa hinders. Oh, hij had al die 7 hinders gehouden. Als liet jonkje, ja, hè? Wie er bij, ja, zijn oren wie geen boer, maar dan gingen naar de boer. En dan hier die hinders en dan gingen we op een rijwetterbak en dan kwamen ze op het hinder. Had er wel eens verteld. Hij zei, want ik vond dat zo prachtig, hè? En dan wie er altijd bij die boer natuurlijk, want hij mocht er hinder rijden. In Oedrup werd ik oud-aannemer Sjoerd Eppinga. Via zijn zwam die dik hinders heen, was er maat van Walter Huisman. We zijn hier, maar de klompjes.
En overal, ja. En maat van Mistral Nora. Je kan nooit zeggen, dit is het beste. Maar de eerste keer op 5-6 koers. En dat wie met deze, ik zou gewoon op luister hier en naar de oren. Ik had het ook niet gezien hoor. Volgens mij is het geluk. Ik heb dat getroffen. Hoe zeg hij nou dat Mistral Nora zo goed was? Ja, dat kan ik jou ook net vertellen. Want hij had er zo brood mee bezig geweest. Want hij houde en sloeg alles tegen. Toen er een varkenszulkje hier. Dat hinde? Ja, alles. Zij had wel eens stond te goeien. Want toen zei hij, wint het net van me. Nou ja, en dat had er ik opgered. Maar ja, het was zo'n wolfswoord. Nou ja, dan moest er hem aanpakken. Nou dan. Want ik weet wel, toen hij een keer naar België was te draven. En toen mocht mijn man hem net rijden, omdat er dan een zoveel overwinning zie. En toen zit Bonne de Jonger achter, uit de oranje woord. Maar die sloegen ze van elkaar af. Nee hoor? Ja, zagen mee weer er toen. Ja. Maar ja, hij had weer eerst verschrikkelijk iets. Ja, ja. Ja. Ja, dat weet ik nog best, ja. Ja, bij Steen de Goel, hij? Ja, dat weet ik ook op je zijn. Want dat vond ik net leuk natuurlijk, dat hij hem zou proberen, joh. Ja. Beleren, nou, dat kwam goed. En doe trainen. Maar ik dacht wie oors als oors bij Mistral Nora. Ik kan even zeggen, hij moest me zien hard karken door de bergen. En ik word een keer verkeerd. Ik zit dat eruit door de kaprek af. Maar hij heb je net benauwd. Ja, maar dat karken wie ook karken? Wie mij karken, ja. Ja. Zo'n licht karken dat door die bergen, er blauw niks van oor. Daar zit mezelf ik zo gegaan in. Op de berm, tussen de snelweg en de Ventweg, één wiel op het asfalt en één op de pollen, maakt Mistral Nora zijn kilometers. Het verkeer raast links en rechts voorbij. En misschien is het juist wel daarom dat deze driejarige Ruin nu reeds immuun is voor alles wat er rondom hem heen gebeurt. Ik word een kraag dat beest hier. Maar ja, hij week al machtig de scène. Hij wou wel voor hem en hij moest zoeken en aai hoor hebben, hè? Klappen aai. Maar ook. Was vreet het net, ja, hoe je net denkt. Zoeker en aai? Ja. Dus ja, het is wel, ja, misschien ook nog, ik ben nu weer, misschien ook, ik ben het zesde maat. Maar dat wie altijd niet zei, hè? Ja, had er altijd niet duim, denk ik ook, nou, maar altijd een zoeker en aai mij, want hoe wordt het voor net aan? Ja, ik hoef van alles, lange afstand en kwart afstand. En goed te regelen. Hij wist precies waar het blijft werd om gong. Hij wou winnen. Hij kon denken. Ja. Dat zeg ik, hij weer dan net te horen. Zo heftig weer er om te winnen. Het tempo van de koers ligt vrij hoog. Maar Mistral Nora zit rustig in de wachtkamer. Giel van der Tocht kent de formidabele kracht van de jonge Ruin en wacht zijn kansen af. Bij het ingaan van de laatste bocht heeft Margita Itenska het beste gegeven. Pikeur Dapper spoort de merrie aan tot het uiterste. En dan, met nog 300 meter koers, komt de aanval van Mistral Nora. Zonder zijn loop maar één pas te verleggen, zonder één moment maar iets van de prachtige cadans te verliezen, sprint hij over de boegestreden Margita Itenska naar zijn 18e overwinning dit seizoen. Een wonderbaarlijk paard. Nou, hij weet maar inderdaad wel van, oh ja, doe best van Mistral Nora. Je waren beroemd. Ja, toen al, ja. Ik toen al, ja. En ik bij ons thuis kwam zijn hulpprodem hier en ik de hulle daar als aanrin. En ja, die kwam even op mijn bord en die kwam even zien hoe hij het hinder trainde. En ja, dat was wel een hele mooie tijd. Ja. De draverij en binnen Nederland verzelt wat elitair. Ik was op Duindicht en daar kom ik aan zet met Mr. Noren. En ik stond daar met een klein blauw overaltje en een gele klompen aan. En de mensen met een zwarte hoed op en paraplu's. Maar van de laatste bocht daar komt Mr. Noor aan. En Mr. Noor die won de koers. En dat zei ik, die mannen die keken me niet eens aan. Want ik was maar een gewoon boertje van buiten. Dus maar lekker, Mr. Noor pikte toch lekker die prijs even. Je man wie een mansje van een overalsjongen en een klompen hoor. Ja, hij had hem nooit oorzakelijk om verroren, hè? En die mensen kwamen er al ja, in? Ja, hier in het pak, want eerst zei hij er raar op, ja? Ik zei hem, dat was raar op, maar hij had hem daar nooit om verloren.
Nee. Maar dat liet ze boerke won wol. 160 toeren goenen mij de beer van Ureterp, zet het hinder neemt waar. Nou, dat is even maar net op raden. Dat wil ik nooit volgen van hoor. Nee. Dat is altijd zo. Maar de belastingen net wijzen dan. Nee, maar het kost een soort, maar, maar deze bracht nou wel wat op. Ja, ik zeg maar jawel. Ja. Nou, een nieuwe stal van Mr. Noor gemaakt en zo. Nou, en dat is de nieuwe stal en dat ligt oude. Daar ligt oude. Ja. Ja. Daar heb ik nou een box maken van toen in het begin. Toen heette er nog een box. Nou, het hinder kon er wel naar boven stappen. Maar er waren volle meer kosten. Al dat reizen naar de baan likken ze net duindicht. Een pikeur in Hieren, Giel van der Tocht. Eens koert net uit, maar je. Hij had een keer een boordhandel van 150.000 euro. Goede kraaien ervoor. Dat wie doen heel zo deel. Ja, maar hij deed net. In 3 jaar tijd heb ik 170.000 gulden gewonnen met meester Alnora. En daar is niks meer van over. Alleen dit bankstel heb ik nog. En dat heb ik al 1 keer bekleed. En dan zou ik het nog 20 keer bekleden, gaat de deur niet uit. Liever de kop. En dan is ook hij het allerbeste te regelen. Maar zoals hij hier staat, zie je het niet aan hem, hè, dat hij vervel is. Nee, dat zegt de Giel van der Tocht ook. Dan kon er niet naar 5 toe tellen, zegt hij. Maar hij zei in de koers, dan kan hij wel tellen, hoor. Hij staat als een waanzinnige, maar ja. Ja? Ja, ja. Ja? Want dat kent hij, hoor. En voel je je happy achter hem in het parcours? Ja, hij wil wel eens, weet je wat ik last van heb? Een hand zonder punten. Ja, een hand. In de Wolven gaan. Ja. Ik denk, nou, mijn armen worden een meter langer. Tjonge, jongen, wat scheurde die er aan, zeg. Ja? Maar weet niet van stoppen, hè? Nee, je zit enkel maar vooruit op. Het 10 november 1976 was de laatste koers dat Mr. Noorden gelopen heeft. In Hilversum, want op een terugreis raakte ik in slip en ik raakte van de weg af en ik deed een paar slagen over de kop en op een kop in de sloot en met de wielen omhoog en ik had het eerst een ding door, want ik greep naar boven, toen zat de pook boven, ik had er een vlug uit en ik keek daar naar Mr. Noor, maar Mr. Noor lag over de sloot en die Brits had zijn nek gebroken en hij was op slag gedood. Misschien een rare vraag, maar houden je man van Mistral Noren? Ja, nou. Ja, nou. Altijd daarvan houden, ja. Dat wie hem alles. Ja. Ze kon Michael doodmaken, net zo goed als het paard. In een vreeg had, als ik nou wat van het waan kon, die had bij mijn deur zagen. Toen krijg ik beurt weer. Zijn paard, dat Mistral Noren krijg ik nooit weer. Dat gebeurt maar 1 keer in je leven. Het werd tijd dat we naar Engwerden gingen en kreeg Bob en Jereveen. Nee, Evert Gaastra, Appie Boska, Elke Kruis. En van Sels naar Action Squatter. Ze wie almachtige Steve Kopper, dat wie van de Heiterskant. En ze wie je verhuizen op Mjonne. Gaan ze voor elkaar lezen, ik kon ze nooit weer rein krijgen. Mijn baan wie in Nalitie stond hier boven van het raam. En ik denk, nou, doe je steen af, dan krijg je een pakje die sodemieter. En nou, slaan helemaal net goed. Maar ik heb ze een paar tikken doen en ik heb wat rare woorden zijn. En het had misschien ook wel 20 minuten duren, maar... Ik heb ze oorijn gekregen voor de zulk. Mijn been was hartstikke lulk, omdat ik wat wreed was en dat stiert raar natuurlijk. Ze had van mij nooit een verkeerde voet gezet. Ik zit hier in de auto en Appie Boske weer op een baan, dat liet ze baan zitten. En
Die actie had hij dan toch van, ik heb mijn nacht, ik ga naar huis, gaan naar huis. Maar als ik dan tuiter met de auto, dan wist hij dat de baas op paas stond en naar onze terug. Nee, maar dat de hinder kan net denken. Nou, meester, een hinder, die zeggen dan, een hinder, een mens kan je net verliezen. Maar een hinder die heeft toch meer verstaan, laten we het maar nemen. Die heeft meer verstaan als de meeste beesten. Hans Wieper, ijsvogel, die zei dan een keer in zijn verslag op de radio dat je kon een glas bier op een rij zetten en daar kwam geen druip uit. Daar voel je geen druip uit, bij wijze van spreken. Zo makkelijk rond het hinder. Wat was de eerste gedachte toen ze hem zei? Ja, een kleurke, zo'n reed schimmelke. Ja. En dan gaat het met warm, hè. Die enige die wat donker en wat lachter. Maar ja, een kleurke taal die wat apart. En dan is er een geweldige strijd met Action Squatter die de leiding neemt. Action Squatter met Sainz Boekholte, die idee gaat aan de leiding voor Raymond Boekholte. En Great Singing, die komt dan aan de leiding op de derde plaats. Mij wie donker, wie zwaar de zwarte kant. Maar ze wie de height, dat wie ik een schimmel. Ja. Dus dat is sterk. En zat we aan de kamer, dus een schimmel uit. Ja. Want dat kwam van de heiterskant. Ja. Maar de kleur weer dus wat luchter als de meeste hinders. Ja, een schimmel. Wie net volle schimmels, ben nog net volle schimmels. En een schimmel valt altijd op. De actie die we altijd een beetje zoer. Tuurlijk was een beetje. Eerder was wat in de nekken. Maar vierde is schat van hinders, zou ik nooit slaan. Maar een beetje zoer wie is altijd maar. Ik begin met wat dwijs en letter is. Zo in de verrichting wil altijd weer super best koos zien. En hij wil altijd voorop rennen. Ja. Waarom wil er ook voorop rennen? Hij wil altijd wat narig. En hij wil een hut vertrekken koos. En daar moet je van profiteren. Ja. Zo, de kracht van het beest en mijn meest Nikkels. Sommigen, zo met alle wedstrijden, met elke sport. Waar je het beste moet je van profiteren en hoe je er net voor buiten rijden. En je kan het zelf bepalen tempo. Hè. En Appie Boske, maar hing en hing, jongen, om in te houden. Ja. Nou ja, ik misschien een beetje show bij je. Dat... Oh. Van zoveel hek naar in de hand, dus. Hè? Ja, dat, ja, ja. Maar het doet niks. De action weer vrij pittig. Die woe had in de kop hebben. Hoe meer het bid, hoe narig en hoe meer dat ze woe, greter geblazen. Zie dat door de kloof. Dus een ding met het bid opbieden. Ja. En dat we gewoon dat we haar klasse zijn, we gewoon in de bed aan vechten. En dan ben ik wel van sommige hinder door dat en dat bed los en dan steeds ze stil, houden ze op. Maar deze gaan altijd terug. Appie lijkt plat op elkaar en altijd nog altijd min, dat weet ik net. Maar hij riet hem zo dat Noord dacht altijd nou het alles hoor, wie het misschien het is. Op 30 augustus in het kampioenschap van Nederland over 2600. Die auto's zijn dan pakt het bed op en een woerse. Ze wil die auto wel opeten. Ze was gewoon op duin, dacht ik. Die man zei dat de snelste hinder achter de auto die staat er. Een Vera Bracht, die nummer 3. Maar ik zie aan de boetekant. En die man zei alleen maar naar de binnenkant. En ik zie na achter de auto plat op elkaar. En hier nooit zien, die staat er zo letter ik al. Hier nooit zien, ik kan nooit zo snel hinder achter de auto gaan. Bij het ingaan van de laatste bocht laat Appie Boscha haar alleen maar los. En onder het altijd onbewegelijke hoofd en lichaam beginnen de rappe draversbenen gewoon te versnellen. De machine draait nu op volle toeren. En het gat wat dan wordt geslagen is formidabel. In enkele seconden wordt de afstand tot het jagende peloton vergroot naar 10, 20, 30, 50 meter. De top van de Nederlandse draverselite wordt geslagen, ja vernederd. Action Squatter wint niet alleen het kampioenschap van Nederland, maar verbetert het koersrecord naar 1:16:2, ja, over 2600 meter. Wat mij opvoer weer, dat je hem alle drie oorkoers nam als van de mooiste koers van Action, zeg maar zeggen. Maar wie er eigenlijk wel een mooiste koers van Action? We hebben zoveel koersen gehad van Action die het heel mooi weer. Maar als dan hier vraagt wat weer dan de mooiste, dat is natuurlijk heel moeilijk. Misschien buiten en ik pak de kop en ik rijd heel langzaam. Die man komt naast mijn oorlogsgroep en die houdt de gas. En het is heel naast, maar ik ga ook een gas. En dan ga die man weer achter zitten en neem ik hem weer om. En het zag het speltje wat, ik geef me de voorlaatste bocht. Dat Finse ridder weer of Zweeds. Zit ik er wel mopper in een skelde die wat. Ik kon het net goed verstaan, maar ik weet dat die zag rijden weer. Dus jongen, de laatste bocht en dan riep ik zo bij hem bij. Maar dat is ik prachtig. De grootste belevenis dat wie je zou vallen natuurlijk. Toen heb je een hele happening nog. Het mooiste heb ik gevoeld toen ze als vierjarige in Duitsland Every Way versloeg. Dat was de eerste keer dat ze het buitenland rond. En dat was Schakelmulder zijn hinder. Dat hinder hier toen ongeveer zowat een ton of zes, liet ze miljoen afverschijnen. Die van ons hier, nou, die is een ton verschijnen. En die versloeg haar. En nou, dat vond ik het allermooiste. Ik had er een omdraaf met de beker in de loft.
Tja, we hebben een enorme succes ermee. En dat in de oude lindertrek Wolvigen rond. Dan hebben we in de Fjouw 5 Rijn Dik sinds Stergon. Het trutste enorm mooi hier in Friesland. Je moet mij dan net vertellen dat als een hinder wint, dat er dan in ieder geval je meest niet heen komen. Nee, dat wie van de voren al. Als ze rennen moest, dan wie in daar. Toen in die tijd dan heerst een volle bak. Dan wien de trui vrouwen toen meesten en die gingen gewoon action zien. Er werd altijd toen kraan. En Jutten, daar ben je natuurlijk. Nou, ik goeie hinders dus die lieken hut op naar hut rennen. Maar een action weer iets apart. Daar ging de hele. Heel Friesland ging er mee heen. Ik denk de droogste keer van de gigant. Nou, al die oude videoshows. Middentrein ook maken niks. Dus die helemaal geen plak in heel veel zo'n middentrein stonden duizenden meesten. Het is verschrikkelijk. Ja. Het kon lang net te stingen. Nee. Het is gekkerbol. Ja. En uit een soort zucht van, ja, wat maakt dat een keer zien? Ja, nou ja, de meesten moeten daar in mijn meisje natuurlijk. Want het was toen s'avonds zelf, we meen toen al haast af. De meesten meen, nou, het is zo'n beetje de beste van de wereld, zo wat dachten ze. En dat was Shen. Hebben we schort met action verzinnen? Ja, nou ja, goeie miljoen. Ja, ja, gaan ze daar, hè? Ja. En letter de fucker en ambitie natuurlijk. Ja, een prachtig hoekje, hè? Dat is, het is geweldig. Ik film hier een keizer op zijn eigen groen. Ik ben vroeger boerenfijn geweest en nu ben ik eigen baas. En wat dat betreft ben ik krijg ze tevredenheid, maar hebben. Even Gaaster, die bel ik op. Ik zei, daar ben de meesten voor. En die willen action capen. En wat men wil ervoor vragen? Nou, toen zei Even Gaaster, ze mij elke 30.000. Nou, ik zei ze even, jongen, of eerste man. Wat is dat dan, tot David? Ik zei 100.000. Nou, hij zei, regel het maar. Toen praten we dat ze hier dat snijden tolle woorden de tijd om het hinder aan te nemen. Maar mijn vrouw en mijn beide oudste famkes, die winnen tweeën en ik kom thuis. En ik zei, van mij die het Emming geweest met een paar buitenlanders voor action. Nou, die winnen poer razend. Nou, we zijn, wist wat, als ze het nou net nemen, dan is je nooit weer te keep. Zo praten we. Je wil het net geloven, maar. De snijden zo net bellen en de mensen, dan weet ik het net meer, dat de mensen op het tijd weer en dan belt Emming om het hinder. Ik zei, we hebben oudpraat dat snijden die jongen, het is net meer te kijken. Het had alle geluk van de wereld geweest, toen winnen ze kwijt geweest. We hebben nooit geen geld gevraagd, we hebben ook nooit weten wat ze werk is. Maar voor hun weet alles. Sanien komt er nooit weer. Ik zei een paar dat ik nooit krijg, nooit weer. Na een week gaan we naar Gasteland, naar een koor wat er in het begin van de 50er jaren ontstond. De fleurige troubadours. Nu zijn ze al hier om de 80 in, maar ze zongen en ze spelen nog één keer. Voor het paard waarom?